Na 16 maart zal Leeuwarden het verder moeten doen zonder enkele markante raadsleden. Waarom gaan ze weg? Hoe kijken ze terug? En wat willen ze nog één keer tegen ons zeggen? Dit is Leo Middelzee Afscheidspolitiek. In deze tweede aflevering van Leo Afscheidspolitiek ontmoet ik het enige raadslid dat al raadslid was op het moment dat ik aan politieke verslaglegging ging doen. Zijn naam, Gijs Jacobsen, vertrekkend raadslid van gemeentebelangen. Op zijn verzoek ontmoet ik hem in de Oranjezaal, de mooiste zaal van het stadhuis. En juist daar is het ooit voor hem allemaal begonnen. Ja, niet alleen voor mij natuurlijk, maar ik ben hier voor het eerst in oktober 1989 geïnstalleerd als raadslid. Dat lijkt wel eeuwen geleden. Hè? Dat is ook een vorige eeuw natuurlijk. En ik zat toen daar. Toen zaten hier natuurlijk allemaal nog min of meer zetels. Hè? Dus de inrichting was heel anders dan nu. Maar voor de rest, dit is een historische zaal. Hè? Dus hier mag ook niks aan veranderen. En ik vind het ook een prachtige zaal. We gaan terug naar de 20e eeuw. Gijs weet nog precies hoe hij in de politiek terecht kwam. En waarom? Ja, ik ben altijd al politiek geïnteresseerd geweest, al van kinds af aan. Dat zat een beetje ook in de aard van het gebeuren. Wij bemoeiden ons altijd overal mee. Het zat een beetje in de aard ook van de familie. Heel bestuurlijk ingesteld, heel betrokken ook bij allerlei verenigingen en dergelijke. En hier gebeurde het natuurlijk. Hier moest je dingen zien te regelen. En als je denkt dat je dus dingen wilt veranderen, omdat je vindt dat ze niet goed gaan, dan moet je hier zijn. Ik vond er in Leeuwarden toch nog wel heel wat fout gaan. Hier in de tijd ook de dominantie van de Partij van de Arbeid was natuurlijk heel erg groot. Er was ook wel een zekere arrogantie van de macht. De Partij van de Arbeid die wist wat goed voor ons was. Grote tekorten, grote projecten met grote tekorten. Je zou kunnen zeggen, ik kom natuurlijk uit het Westen. Hier hing nog wel een beetje een cultuur die we daar niet meer kenden. Hè? Een beetje de aristocratische cultuur van een aantal Partij van de Arbeid bestuurders die hier de dienst uitmaakten. En zeiden wat goed voor de mensen was. Je hebt je nu aangesloten, dacht ik, bij het CDA? Ik ben begonnen met het CDA, ja. Ik ben eerst landelijk actief geweest, want toen ik in Leeuwarden kwam, had ik natuurlijk veel meer had ik natuurlijk niet zoveel kennis van Leeuwarden. Dus ik ben eerst landelijk actief geweest. Ik ben begonnen bij de CHJO, hè, dat is de jongere organisatie van de CAU. En vervolgens ben ik in het landelijk bestuur van het toenmalig CDA terechtgekomen, hè, waar later ook Harry van der Molen en dergelijke uitkomt. Ik ben in. Op een gegeven moment ben ik hier bij de fusie van het CDA ben ik hier bestuurslid geworden van Huizum. Wethouder Heren is daar verantwoordelijk voor geweest. Zo ben ik in de politiek van Leeuwarden terechtgekomen. Maar dat kwam op een gegeven moment tot een einde, jouw lidmaatschap van het CDA. Ja, dat had erg te maken natuurlijk met het feit dat ik toch heel anders dacht over hoe je Leeuwarden zou moeten besturen dan in die tijd de wethouders dat vonden. Het CDA was een bijbare van de Partij van de Arbeid. Hè? En daar valt er wat voor te zeggen. Ik begrijp dat ook wel, want bedoel, als iemand die heel lang in de oppositie zit, kun je natuurlijk soms veel maar toch nog meer bereiken als je meeloopt dan dat je zegt van we doen dat niet. Maar ik vond dat je, zeker als nieuwe organisatie, als CDA, veel zelfstandiger zou moeten optreden. Ook toch wel wat dualistischer bij wijze van spreken. Dan het CDA in die tijd deed. Hè. Op het moment dat het CDA iets wou, als wij een fractievergadering hadden. En dan schorste de voorzitter de vergadering. En dan gingen de wethouders naar de fractiekamer van de Partij van de Arbeid om te vragen of dat mocht. Hè? En bij de verkiezingsprogramma's zei de toenmalige wethouder Heren, die zei van we wachten altijd eerst tot het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid bekend is. En dan gaan we pas schrijven.
Want alles wat we van tevoren weggeven, hoeven we bij de onderhandelingen niet te doen. Ja, nou, ik was natuurlijk nog jong, hè, veel jonger, nog veel idealistischer dan dat ik nu misschien ben. Maar ik vond dat ondenkbaar. Hè. Ja, ik vond dat je veel meer van je eigen kracht uit moest gaan. Dus ik zat er nog veel idealistischer in. En kijk, bij de totstandkoming van het CDA is natuurlijk, dat is heel begrijpelijk, de grootste vaak dominant geworden. Ik kom uit de CH. De CH was natuurlijk altijd wat meer anti-PvdA. Ja, groter, ja. Ja. En maar ook, als je kabinet Den Uyl, ergens in die tijd, daar zat het CH niet in, ARP en KVP wel. Dus de CH was altijd al iets meer anti-PvdA, als ik dat zo mag zeggen, dan de AR en de KVP. Hier werd de AR dominant. En dat waren toch dat, ook weer een andere cultuur daarmee. En dat op een gegeven moment ging dat niet meer. Hij was niet echt populair in die dagen. Dat ziet Gijs ook nu, jaren later. Ik werd als een bedreiging gezien voor de coalitie. En dat was natuurlijk wel de tijd waarin er heel veel gemor was, ook in Leeuwarden, over die bestuurscultuur. Die werd natuurlijk steeds sterker. Dat was in meer plaatsen zo. Dus er kwamen er meer plaatsen, ontstonden toen lokale partijen, hè? Ook in Leeuwardendeel, in Menandemedeel, Ketelap en Roersma. Ja, ja. Op mijn instelling, waar ik toen werkte, dat heette toen het Trias College, hadden we 's morgens natuurlijk ook bij de koffie ook vaak over politiek, hè? Ook over de Leeuwardenpolitiek, wat er nou allemaal weer uitgesproken was. Ja, toen zei op een gegeven moment, je moet niet alleen over praten, maar ook iets doen. Hè? Dus zo is uiteindelijk toen de Nieuwe Leeuwardenpartij ontstaan. En die haalde tot ieder stomme verbazing bij de verkiezingen in 84, als ik me niet vergis, 2 zetels. Nou, dat was schokkend voor de toen zittende partijen. En de eerste jaren werden we ook eigenlijk niet aangekeken in de gemeenteraad, hoor. Waar het normaal benoemingen in commissies en dergelijke, want dat moest de raad toen nog doen, van raadsleden eigenlijk met algemene stemmen gebeurde, werden wij meestal met de hak over de sloot gekozen. Want dat was echt, nou, men vond het maar absurd dat er zo'n oppositiepartijtje, laat maar zeggen, in de raad was gekomen. Dat was toen de cultuur. We werden echt gezien als een bedreiging voor de bestaande orde. Begin deze eeuw was er even een periode zonder Gijs Jacobsen. Ik heb 12 jaar ingezeten toen. Toen ben ik er 4 jaar uitgegaan. Op een gegeven moment, 12 jaar. Het zijn van raadslid is ook wel een stuk sportbeoefening van topsport. Hè? Dat kost heel veel tijd en heel veel energie. En je zit natuurlijk ook nog in een drukke fase van je leven. Dus na 12 jaar ben je ook wel toe aan even een rustperiode. En dan heb je het ook natuurlijk wel even gezien. Je moet ook voorkomen dat je op de automatische piloot gaat werken. Ja, dat merkte je. Dat merkte je. Dus het moet op een gegeven moment ook leuk zijn. Dus je merkt op een gegeven moment dat het minder leuk wordt. Ik had het niet zo met burgemeester Dales. Een hele aardige man. Ik werd overal in het land aangesproken van hoe is met Dales, hoe doet hij dat en dat en dat. En ik had hier in het huis ook zo'n handen vol met Dales. Want dat was ook de tijd waarin het dualisme was ontstaan. Ja, 2002. Ja. Met het dualisme kwam er heel veel werk voor de raad bij. Ja. En ik was toen vicevoorzitter van het presidium. En allerlei andere commissies die veel meer met de organisatie van de raad bezig waren dan met de politiek zelf. En daar was ik natuurlijk niet de politiek voor ingegaan. Dus toen heb ik gezegd van ik stop ermee. En ik heb toen wel bij mijn afscheid gekscherend gezegd dat ik nog op een leeftijd was dat ik nog jaren kon dreigen met mijn terugkeer. Ik had niet gedacht dat dat zo snel weer zou zijn. Maar goed, 4 jaar later vroeg de partij toch wel weer een dringend beroep op mij om te doen. Om weer terug te komen.
En nou ja, dat heb ik toen maar gedaan. En toen ben ik weer 12 jaar gebleven. Dus ik heb er nu meer dan 24 jaar uiteindelijk op zitten in totaal. Dit is wel definitief afscheid of is het nu weer een kwestie ja, van... Ja, ik ben politicus, ik zeg nooit nooit. We gaan terugkijken naar hoogtepunten uit zijn politieke carrière. Gijs moet even nadenken als ik hem vraag waarover hij het meeste trots is. Hij toont zich wederom een bescheiden man. Dat is altijd heel lastig, hè? Ja. Want als kleine partij, en zeker als niet-collegepartij... Ik spreek nooit over oppositiepartij, want je hebt het over niet-collegepartij. Want ik vind oppositie klinkt alsof je, laat maar zeggen, ergens tegen bent. Je moet het met elkaar doen. Moet je altijd via de band spelen. Dus ik heb nooit iets gedaan. Want ik ben altijd afhankelijk van de Partij van de Arbeid, van CDA, van GroenLinks, van VVD. Je moet altijd een meerderheid zien te vinden. Dus je kunt aanzetten geven en je kunt gesprekken voeren en uiteindelijk hopen dat je die partijen ergens in meekrijgt. Dus, maar het is dus nooit iets wat ik gedaan heb. Nou, toevallig dacht ik er laatst even aan terug. En het is wel mooi, dat is vandaag exact 12 jaar terug dat we in de raadzaal de redding van Cambuur aan de orde hadden. En ik denk dat ik daar een belangrijke rol in heb gespeeld. Het was, dacht ik, in mijn beleving was het onbestaanbaar dat Cambuur zou verdwijnen uit Leeuwarden. Niet omdat ik van een fan van Cambuur ben of dat van voetbal hou, want ik ben helemaal geen voetbalfan. Maar gewoon, dat hoort bij een stad van Leeuwarden. Dat is ook goed voor de ondernemers die daar elkaar ontmoeten en dergelijke. Dus het was ondenkbaar dat je in Leeuwarden wel festivals organiseert en dergelijke, wat men nu ook nog altijd doet. Maar dat voor de grote, normaal, wat ik dan noem even de gewone mensen, die naar Cambuur gaan met 5000 of 6000 man per keer, dat je dat niet zou laten bestaan. Dus ik heb me toen behoorlijk ingezet om te kijken of we Partij van de Arbeid, VVD en het college uiteindelijk mee zouden kunnen krijgen. En dat is allemaal gelukt, hè? Die zijn meegegaan. We hebben met elkaar Sjoerd, Feitsma van de Partij van de Arbeid en Aukje de Vries van de VVD. En ik heb het toen met Cambuur en de bobo's die daar aan het werk waren uiteindelijk een voorstel kunnen maken en door de raad kunnen loodsen. Als je dan nu ziet, hè, 12 jaar later, goed leeft. Hè, ja. Hoe dat leeft en... Ja. En hoe heel Leeuwarden trots is haast op Cambuur. Hè? 4 of 5 op de ranglijst. Hè? Ondenkbaar toen. Hè? En dat geeft toch ook maar weer dat je goed moet beseffen, als iets eenmaal weg is, is iets weg. Hè? Dus wees zuinig ook op wat er is en houd dat. En ik ben op zichzelf best wel blij dat ik daar toen een steentje aan bij heb kunnen dragen. Tegenover hoogtepunten staan ook teleurstellingen. Maar daar is Gijs heel kort over. Je moet niet te lang bij teleurstellingen stilstaan in de politiek. Want je krijgt natuurlijk ook heel vaak niet gelijk. Dus teleurstellingen, nee, die ken ik niet zo. Had Gijs heel diep in zijn hart niet ooit eens wethouder willen worden? Nee. Nee, ik heb dat nooit als een soort droom gezien. Nee, ik denk ook niet dat ik daar heel geschikt voor zou zijn geweest. Misschien nu wat meer dan vroeger. Ik ben natuurlijk wel door mijn functies elders ook wat bestuurlijker geworden. Ik ben een figuur die heel erg goed is in de studeerkamer. En niet zozeer in alle dingen eromheen. Om naar mensen te gaan die 100 worden, of naar jubilerende verenigingen en daar aanwezig te zijn en dergelijke, al die dingen erbij, dat zou niets voor mij zijn. In veel van mijn gesprekken met Gijs had hij het over zijn strijd om de Partij van de Arbeid te beteugelen. Hij was altijd redelijk fel in. Nu aan het einde van zijn carrière is hij ietsje milder. Kijk, de Partij van de Arbeid is natuurlijk ook wel veranderd. Hè? Kijk, beteugelen, dat vind ik wel een mooi woord, maar het gaat er natuurlijk om dat je
bijstuurt. Hè? Want dat is wat we proberen te doen natuurlijk. Hè? Als kleine partij probeer je bij te sturen. En weet je, het is natuurlijk niet zo dat wij nou kunnen, als kleine partij kunnen zeggen van nou, we gaan het zo en zo doen. En dan is het dus heel belangrijk in de politiek dat je goede contacten hebt met alle fractievoorzitters. En dat je probeert, ik zei al op een eerdere vraag van jou, hè, wij spelen via de band, je moet heel veel via de band spelen. En dat betekent dus dat je heel veel buiten de vergaderingen contact moet hebben met woordvoerders en fractievoorzitters van andere partijen. En nou ja, misschien dat je het wel eens opgevallen is op het moment dat er schorsingen waren in de gemeenteraad. Dan gingen heel veel partijen met hun eigen fractie in beraad. Maar ik liep vaak even naar de Partij van de Arbeidsfractie of naar GroenLinks-fractie of naar het CDA-fractie. Om daar even mee te praten, om het zomaar eens te zeggen. Hè? Je moet proberen dus andere partijen mee, met je mee te laten denken. Ja. He, zeggen van, hey, heb je hier naar gekeken, heb je dat gezien? Je hebt de Partij van de Arbeid vaak ook wel een beetje arrogantie verweten. Is dat nou in de loop van de jaren verbeterd in jouw ogen? Is de Partij van de Arbeid milder geworden? Nou ja, ze zijn in ieder geval natuurlijk een stuk kleiner geworden ook. Hè, dus dat maakt het al wat makkelijker. Ze zijn wel heel erg dominant, vind ik hoor. Want ze hebben bijna wel de meerderheid gehad, ja. Ja, ze hadden, op een gegeven moment hadden ze 18 stemmen van de 37. Dus hadden ze er maar één nodig. Hè? Dus dat was helemaal in het begin van mijn periode. Ja. Maar het gaat natuurlijk ook om van de houding. Hè? Ben je bereid compromissen te sluiten? En ben je bereid naar anderen te luisteren? Of heb je weer de neiging van, wij hebben het voor het zeggen? Ik vind wel dat de Partij van de Arbeid goed gebruik maakt van haar meerderheid. Hè? Van haar dominante positie. En daar is ook niks mis mee, want zij zijn de grootste. Ja. Dus zij maken handig gebruik door dan met die en dan met die te kijken van kunnen wij het collegebeleid, voor zover dat nodig is, nog een beetje bijsturen. Gijs Jacobsen heeft veel burgemeesters meegemaakt. De eerste burgemeester die ik natuurlijk als fractieassistent in de tijd heb meegemaakt was Brandsma. En heel veel mensen mochten Brandsma niet zo. Het was natuurlijk toch ook wel een beetje een aristocratische figuur wel. Dat was, staat er. Ik mocht hem heel graag. Ik heb hem natuurlijk niet heel erg goed meegemaakt. Maar als jonkie heeft hij natuurlijk wel indruk op mij gemaakt. Omdat hij, in tegenstelling tot dat beeld dat hij was, wel heel erg benaderbaar was. En ik herinner me nog dat ik boven in de visserszaal of zo, dan vergaderde de commissie openbare orde en dan zat ik dan als fractieassistent bij. En als hij dan binnenkwam, dan gaf hij iedereen een hand, ook degene die op de tribune zaten, dus ook de fractieassistenten. Nou, je begreep, dat was voor mij natuurlijk geweldig. Een man als Brandsma die naar mij toe komt en mij begroet daar. Hè, dus, het zijn soms hele kleine dingen die je bijblijven. Maar die dus ook wel bepalen hoe mensen naar je kijken. Hè? Dat leer je dan ook zelf weer. Hè? Ook aan burgemeester Terlo heeft Gijs heel specifieke herinneringen. Terlo was een hele aardige man, maar ook een hele strenge man. Tijdens de raadsvergaderingen mocht hij nog niet fluisteren. Het was echt muisstil. Hij kon je venijnig aankijken op het moment dat je me iets zei. Ik vond Terlo niet zo benaderbaar. Pas na toen hij geen burgemeester meer was, werd meer gewoon menselijk. Gijs was erbij toen in 2001 burgemeester Loekie van Maren moest verdwijnen. Als ik haar naam noem, komt Gijs terug op een eerdere vraag van mij. Jij vroeg mij straks nog even van wat zijn nou dieptepunten. Dit zijn echt dieptepunten. Hè? Ik denk dat ik een groot aandeel heb gehad ook in vertrek van mevrouw Van Maren, omdat ik al vrij snel zag, zij functioneert niet zoals een burgemeester geacht wordt te functioneren. En dan is het zo dat je niet moet zeggen van dat zie ik, maar je moet anderen de ogen openen en zeggen van kijk nou eens wat ze doet. Ja. Dat past niet bij de functie. Hè? Zo hoor je als burgemeester alleen wel je niet te gedragen. Uh, en
Ik denk dat ik dus ik ben wel vrij actief mensen gaan benaderen van volgens mij klopt dit niet. Hè? En probeer dat bij te sturen. En op een gegeven moment kom je tot de conclusie van ja, dat bijsturen dat lukt niet. En ja, dan komt er natuurlijk een moment waarop je zegt van dit kan eigenlijk niet meer. Dat gebeurt niet vaak in gemeenteland. Nee, dat is echt. Maar dat is natuurlijk dat is een hele vervelende constatering. Hè? Want mensen denken vaak dat je als niet-collegepartij het leuk vindt om wethouders naar huis te sturen of een burgemeester naar huis te sturen of wat ook maar. Maar dat is niet zo. Het zijn mensen waar je heel lang mee gewerkt hebt. Ja. Hè? Maar dus, dit kon echt niet meer met haar. Dat kon niet meer. Nee. En als je nou hebt over mooie momenten. Momenten die erbij blijven. We zaten toen, zat het bestuurscentrum dat dit verbouwd werd. Zat aan de Groene Weg, waar vroeger de Omroep Friesland zat. En ik zat daar te wachten, ik weet niet waarom. En de BMW-vergadering was afgelopen. En ik zag den oudste en Van Maren naar beneden komen, via de trap. En ik zag aan die blikken, die kunnen niet meer met elkaar door één deur. En het kwam uiteindelijk nooit meer goed tussen Loekie van Maren en Leeuwarden. We maken een sprong in die tijd en gaan naar twee recentere burgemeesters. Fred Kroonen en Siban Buma. Niet te vergelijken mensen, aldus Gijs Jacobsen. Ja, het zijn hele verschillende personen. Hele verschillende personen. Ik heb wel wat met beide. Ik herken mezelf heel erg in Fred Kroonen. We hebben allebei een economische achtergrond. We zijn allebei toch wel erg feitelijk. Hè? En wij houden niet zo van het kroegenwerk, om het zo maar eens te zeggen. Hè? Je zag bijvoorbeeld Fred Kroonen ook niet in pauzes bij de raadsleden vaak. Nee. Of van afloop of zo, daar zag je hem niet. Hè? Die ging gewoon weer aan het werk of naar zijn kamer of vertrok. En ik herken mij daar ook wel wat in. Ik ga na afloop van raadsvergadering ook niet naar de overkant om nog even een uurtje na te praten onder een borreltje of zo. Ik ben van laat mij gewoon het werk doen en de rest hoeft van mij niet. Hè, dat heb ik net ook al gezegd. Dat was Kroonen. Ik moet zeggen, ik kon nog wel erg om hem lachen, want hij misbruikte mij ook wel eens. En dan zei hij van ja, zoals de heer Jacobsen al zei. En dan denk ik van, heb ik dat gezegd? Ja, dat was zijn stijl. Maar goed, dat was wel grappig. En de kracht van Buma, wat is dat? Buma is een heel andere figuur. Hè? Ja. Die komt wel bij de pauzes en zo. Is wel veel makkelijker. Heeft ook een heel andere humor. Hè? De bekende Buma-humor. Ja. Je kunt gewoon natuurlijk merken dat hij nooit burgemeester is geweest. Hè? Hij bekijkt de gemeenteraad ook al een beetje als de Tweede Kamer. Hè? Ja. Dat kun je ook merken aan hoe hij dat doet. En laatst vergisten ze ook nog een keertje weer. Hè? Dat één keer in zoveel tijd gebeurde dat. Maar hij fungeert dus ook als voorzitter van de gemeenteraad, als ware hij voorzitter van de Tweede Kamer. Hè? Dat is op zichzelf best aardig om te zien. Hij is een heel hardwerkende man, natuurlijk ook gewend dat te doen, hele lange dagen te maken. Het burgemeesterschap van Leeuwarden is natuurlijk niet echt een fulltime baan op zichzelf. Dus we hebben toen wel eens gezegd, van, zou het voldoende uitdaging zijn, hè, voor iemand die zo in de spotlights heeft gestaan en gewend is hele lange dagen te werken. Dus ik denk dat hij zijn draai als burgemeester nog wat meer moet vinden. Gijs heeft veel raadsleden zien gaan en zien komen. Met enkele daarvan had hij heel speciaal contact. Ik kon erg goed met Peter den Oudste. Hè? Dus daar vond ik, heb ik ook wel veel van geleerd, vind ik zelf. Hoe hij bepaalde dingen deed. Hij kon heel goed bluffen ook en dergelijke. Dat vond ik heel knap. Maar ook hoe hij debatten of gesprekken met mensen kon leiden. He, dus gewoon in grote gezelschappen. Dan ging hij met een microfoon door zo'n zaal heen en dergelijke. Daar heb ik erg veel van geleerd. Een erg vermoeiende methode trouwens, maar wel een hele goede methode. En Peter den Oudste was natuurlijk wel heel erg op
draagvlak gericht. En ja, hij was natuurlijk een van de, eigenlijk de tweede, want Hermien de Haan was eigenlijk de eerste die meer open stond voor andersdenkenden, zou ik maar zeggen. Hè? Want wat ik al gaf, in het begin was het echt van wij weten wat goed voor u is. Hè? Dus toen ik in de raad begon, toen zaten er ook naast het CDA en de Partij van de Arbeid, VVD en Paul zaten daar. Maar daar werd überhaupt niet naar geluisterd. Hè? Die mannen konden gewoon niet zeggen wat ze wilden, maar dat deed er gewoon niet toe. Hè? Niemand luisterde daarna. En Hermien de Haan was eigenlijk de eerste die af en toe zei van, oh, dat vind ik helemaal niet zo'n gek idee, dat hebben we helemaal niet aan gedacht. Nou, dat was voor die tijd een cultuurschok, om het zo maar eens te zeggen. En ja, Peter den Oudste was natuurlijk het hele tegenovergestelde. Hè? Die stelde alles ter discussie. En die wou iedereen mee hebben. Het is ook het enige collegeprogramma dat wij onderschreven hebben. En dat hij toen gemaakt heeft. Hij heeft dat ook uitonderhandeld met de hele raad in de tijd. Ik weet niet of je dat nog kunt herinneren. Wij wouden een lastenverlichting. Die is er ook ingekomen. Maar die zei van, ik wil dat doen, maar dan moet jullie ook meedoen. Dus we hebben toen geen wethouders geleverd, maar we hebben wel het collegeprogramma onderschreven. En dat is de enige keer dat dat gebeurd is. Gijs heeft in de politiek altijd één ding voor ogen gehouden. Je moet goed altijd realiseren, je doet het met elkaar. Je kunt nooit in je eentje iets doen. Je moet het altijd met anderen hebben. Dus ook al mag je iemand misschien in eerste instantie niet zo, of denk je van, nou dat is nou niet direct mijn type. Je moet wel met hem of haar samen dingen realiseren. Het raadswerk is in de afgelopen 20 jaar veranderd. En dat ging ten koste van de kwaliteit, al dus de mentor van de raad. Het is nu in mijn beleving ook wel eens wat haastig. Waardoor er dus niet echt ingegaan wordt dingen. Er moeten te veel dingen behandeld worden. Waardoor gaat het ten koste van de kwaliteit? Ja, dat gaat ten koste van de kwaliteit. En dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat er veel meer partijen zijn gekomen. Die willen allemaal hun onderwerpen hebben. Die willen allemaal scoren. Voor hun achterhand, media-aandacht. Ja, nou, dat krijgen ze vervolgens niet, want de Leeuwarder Courant die schrijft eigenlijk niet meer over de lokale politiek. Maar oké. Niet alleen het raadswerk is veranderd, ook Gijs zelf is veranderd. Mijn stijl is natuurlijk gewijzigd. Hè? In het begin waren we natuurlijk, nou ja, je kunt echt wel zeggen, oppositie. Hè? En wat wij brachten was echt wel schokkend, om het zomaar eens te zeggen. Hè? Dat heb ik net ook al iets gezegd. Ons eerste optreden in de krant stond, werd in de krant gezegd van, hè, Nieuwe Leeuwarder Partij zegt van, college zweert trouw aan de grondwet en Jannie Vlietstra. Dus dat was voor die tijd waren dat schokkende dingen. Ja, hè? Ja. Zelfs in mijn CDA-tijd, al zei ik tegen wethouder Timmermans, ik zei van, wat je zegt, dat klopt niet. Toen zei hij, dus u zegt dat ik hier sta te liegen. Ik zei, nou, dat komt wel op neer. Nou, dat was te gek voor woorden dat iemand van een collegepartij zei dat een wethouder. Ja, dat kan niet. Uiteindelijk klopt het inderdaad ook niet wat hij zei, maar dat is een heel ander verhaal. Maar, dus ja, natuurlijk leer je ook heel snel dat je kunt kiezen tussen twee modellen. Je kunt een getuigenispartij zijn en aan de kant staan schreeuwen dat het allemaal anders moet. En dan, wat ik dan noem even de FNP-variant. Zeggen van, we moeten kijken waar we bij kunnen sturen, maar dat betekent ook dat je volop aan het spel moet meedoen en dat betekent dat je ook vuile handen moet maken en dat betekent dat je dus, ja, als met iedereen moet praten en dat je de redelijkheid in acht moet nemen en je dus veel bestuurlijker moet opstellen. Gijs heeft een duidelijk advies voor mensen die overwegen de politiek in te gaan. Nou, ik zou ten eerste zeggen vooral doen. Als je het leuk vindt.
En niet omdat je je vraagt, omdat je toevallig uit een dorp komt of wat ik maar, en op de lijst komt te staan. Realiseer je dat het dus heel veel werk is. Heel veel werk is. Dat je heel veel ook moet lezen. Hè? Maar ook dat het betekent dat je heel veel teleurstellingen zult krijgen. Want je zult ook heel vaak je zin niet krijgen. Hè? Maar dus, wat staat er tegenover? Wat zijn de leuke dingen? De leuke dingen zijn natuurlijk dat je soms wel dingen gerealiseerd krijgt. Dat ligt er een beetje aan jezelf. Het leuke is dat je ook met heel veel mensen tegenkomt. Met Gijs nemen nog twee min of meer markante raadsleden afscheid. Harry Bevers van de VVD en Frits Rijpma van de ChristenUnie. Gijs kijkt met veel plezier terug op de onderlinge samenwerking. Harry Bevers is een zeer goed raadslid, die ook op mijn terrein natuurlijk voor een gedeelte zitten. Wij hebben regelmatig de degens gekruist. En dan gaat het soms ook wel behoorlijk toe. Hij kan ook wel wat uitdagen, om het zo maar te zeggen. En dan, dan gaat het er even stevig aan toe. En dan bellen we elkaar een week later. En dan zeggen we, gaat het nog een beetje? En dan is het weer goed. Zo hoort het ook. Hè? Zo hoort het ook. Je moet soms echt... Gaat echt wel eens even stevig. En ja, dan kan het best zo zijn dat je zegt van nou, ik moet hem vandaag niet meer even treffen. Maar goed, je moet wel weer verder met elkaar kunnen. En dat kan Harry heel goed. Harry kan heel goed ook op een gegeven moment zeggen van, dat hoort er ook allemaal bij. En dat is heel prettig. Hij is een heel prettige figuur ook in de omgang. En hij heeft natuurlijk ook in zijn rol als auditvoorzitter dat geweldig gedaan. Ik heb veel respect voor Harry, hoe hij dat heeft gedaan. En hij gaat naar Den Haag, ik ben benieuwd hoe dat gaat. En Frits Rijpma? Is een heel andere figuur. Een heel andere figuur. Hij is toch ook wel wat meer oppositioneler. Kan ook wel een beetje ongestoker zijn, die rol. Ik weet niet of hij dat zelf doorheeft. Die wil wel eens wat stoken in de raad. Dat probeert hij bij mij ook wel eens, maar dat trap ik niet in. En dan heb ik hem antwoord gegeven en dan zegt hij van ja, dan gaat hij dezelfde vraag nog een keer stellen. En dan zeg ik, geef hem nog een keer het antwoord, dan stelt hij nog een keer. En dan denkt hij dat ik dan op een gegeven moment een keer een ander antwoord geef dat ik de eerste keer gegeven en de tweede keer gegeven. En dan zeg ik op een gegeven moment van ja... Als je nou denkt dat je een ander antwoord krijgt omdat je het nog een keer vraagt, dan gaat het niet worden. Maar dat is iemand die wel eens even wat kan stoken. Dus dat een heel andere type man. Wel heel erg betrokken ook bij het raadswerk. Dus op zichzelf een hele aardige man. Gijs Jacobsen wil de Leeuwarders nog wel iets meegeven. Nou, ik zou zeggen, gewoon door met leven. Hè? Probeer er het beste van te maken. En in deze tijd van vergaande individualisering, waar het vooral gaat om het eigen genot en dergelijke, althans die indruk krijg ik wel eens een beetje, hè, dat het vooral het eigen genot van mensen centraal staat, zou ik vooral zeggen, hou vast... Wat we hier in Friesland hebben, dat we ook goed om elkaar denken. Dat is in het Westen al voor een groot gedeelte weg. En met alle gevolgen van dien. Dus ik zou zeggen, hou vooral elkaar vast. Met zijn mooie woorden in mijn achterhoofd neem ik geheel coronaproef afscheid van het geweten van de raad, zoals veel mensen hem noemen. De gemeenteraad gaat na 16 maart gewoon verder. Maar dat zal wel moeten zonder... Gijs Jacobsen.